Ik had gelijk. Ik moest de zonnebrandcrème nog inpakken. Lena, kijk eens! Anna, zo zie je niets meer. Zo Anna, doe je pet goed op en dan gaan we. Boah, de koelbox is zwaar. Sarah en Martin moeten er al zijn. Babyzwemmen is al begonnen. Ah, oké. Vertel mij eens, wat zit er allemaal in de koelbox? Het is zo zwaar. Gewoon dat eten. Hallo. Hallo. Hallo Alex en Paul. Deze twee gaan straks nog meedoen met babyzwemmen. Mag ik even de babyzwemmen kijken? Ja, natuurlijk. Ik kleed je meteen om. Nu zijn deze twee ingesmeerd met zonnebrand. Zo kunnen zij niet verbranden. Ik vind het ook niet leuk, omdat de zonnebrandcrème altijd zo koud is. Voordat we het zwembad ingaan, moeten we eerst douchen. Jullie papa gaat eerst. Ah, wat koud! Warme douche is daar zo. Bedankt voor de verwijzing. Ja, we zijn klaar. Wat is er met je? We staan onder de warme douche. Oeh, veel plezier in het zwembad. Hallo, ik ben Ollie, de badmeester. Ik ga met jullie baby zwemmen. Wil je meedoen? Nee, ik ben toch geen baby meer? Ik kan wel zwemmen met mijn zwemvleugels. Ah, oké. Het is geweldig hier. Ik verveel me. We kunnen toch alle glijbanen uitproberen? Ja, goed idee. Dat doen we. We kunnen met z'n allen de glijbanen uitproberen. Oh ja, ik wil ook. Van welke glijbaan gaan we eerst? Van de gele. Oké, kom. We gaan. Nu zijn we ook bij jou. Nu zijn we bij de gele glijbaan. Anna, ik neem jou op mijn schoot. Dat is goed, mama. Hey! Dat was leuk, mama. Ja, glijbanen zijn erg leuk. Ik kom! Ik was super snel. Cool. Papa, de draaikolk gaat aan. Snel, in de boot. Jammer, het is alweer uit. Is baby zwemmen al klaar? Ja, dat duurde niet lang, maar het was leuk. We kunnen later met z'n allen in het water. Oh ja, ik ga ook met Alex en Paul in het water. Ik heb honger. Wat hebben we in de koelbox? Een grote watermeloen? Nu weet ik waarom de tas zo zwaar was. Wie heeft deze ingepakt? Ik hou van meloenen. Dus dat was het. We gaan er gelijk van eten. Dan hoef ik het straks niet meer mee naar huis te dragen. Lekker. Lekker. Ik vind het een goed idee van jou, Anna. Maar papa, we wilden toch alle glijbanen uitproberen? Dat klopt, Lena. Zullen we nog twee uitproberen? Ja, nu gelijk. Oké, doen we. Alex spelen. Dat is goed, Anna. Lena, laten we gaan.
dat is nog eens hoog. Oei, oei, oei. Kijk, dit is de reusachtige glijbaan. Och jeetje, het ziet er gevaarlijk uit. Oh nee, het is niet zo erg. Ik ga eerst papa. En los. Wow, dat was super leuk. Oh, dit is hoog. En die golven. Nou, ik weet het niet. Papa, kom nou naar beneden. Jullie mogen voor, jongens. Oké, dankjewel. Oef, nu ik. Of zou ik met de ladder terug naar beneden gaan? Hallo, jij daarboven. Wil je alsjeblieft doorglijden, zodat er niet te veel mensen op het platform zijn? Oh man, die twee jongens zijn alweer boven. Ogen dicht en gaan. Ah! Super, papa. Je hebt het gedaan. Nou, heb je hoogtevreesje te pakken gekregen? Nee, nee. Ik wilde gewoon genieten van het uitzicht. Lieve kinderen en lieve Playmobil-kijkers. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je de video leuk vond, dan zien wij graag de duimpjes omhoog. En als je zin hebt in meer, dan kan je hierop klikken voor meer video van ons. De familie Huizer. Doeg!